een motor, schat. Hoef je niet bang voor te wezen. We zijn nou dus op de dijk aanbeland. Zo, lieve vrienden, het is vandaag alweer zondag 21 februari en we leven om 8 minuten over 2. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel en de beesten. Ja, inderdaad, de beesten die zitten hier nog binnen. En ze willen even naar buiten. En dat gaan we eventjes doen. Oh ja, leuk! Had ik nog niet eens iets open gehad. Zo, nou wel. Nou, hobbel met de geit. Dat is een motor die je hoort. Zo, even de deur lekker open. Daar is buiten hoor, niet hier. Hey, Rijka! Rijka! Kom naar buiten toe, meisje. Alwin, kom naar buiten. Dat is een motor, schat. Hoef je niet bang voor te wezen. Hé. Rijfie. Ja, ik moet ook zo even met ze lopen. Het is prachtig mooi weer. Ik denk dat ik ook even met beide erop uit ga. Ja, dat... Waar naartoe? Weet nog niet meer. We gaan sowieso dan mee als ik al weg ga. Ja, weet het nog niet. Ik ben ook niet helemaal happy. Dus het is even afwachten. Maar in ieder geval, het zonnetje schijnt. Het hier en daar wat bewolkingen, et cetera. Dus ja... Wat het worden gaat, weten we niet, maar het is prachtig mooi weer en daar doen we het maar weer voor, toch? Geniet ervan, ga ik ook proberen te doen, ondanks dat het niet goed in mezelf zit. We komen er wel weer doorheen. Ja, toch? Ze zeggen, we spreken elkaar sowieso vandaag nog een keer. Misschien dat ik er dan weer wat beter bij spreek. Ja, zie dan wel. Ja, toch? Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks. En geniet van alles met wat je hier doet. Maar er is verboden om de natuur in te gaan. Ja, het is toch wel. Mag je niks, hè? Nee, je moet thuis blijven in je eigen tuin. Thuis blijven in je eigen tuin, dat moet hoor. Ja, moet. Nou, dat doet het zelf ook niet hoor. Dus ik doe het ook niet. Nee. Dus ik zeg, geniet. Doe gewoon je ding wat jij wilt en niet wat hun willen. Nee. Want ze zijn... gek geworden. De griep keert ook altijd terug, dus dit is een virus, keert ook altijd terug. Niks bijzonders dan een normale griep. Nee. Het is een beetje heftiger, maar ja, kanker is ook heftiger. En dat komt ook terug, dat kan ook terugkomen. Als je er eenmaal van genezen bent, kan het wel weer terugkomen. Ja, en dat ben je met alles. Dus ja, ze zeggen lieve vrienden, gewoon genieten. Je leeft maar één keer, dus ga met die banaan. Ja. Zeg het, tot later. Doei, doei. Ja, en allebei mee. Met een booster. En er zit Rijke op mijn vloertje uiteraard. En Elwing, die wil dat niet eens. Nee, die wil rennen en uit de naden vliegen. Ja. En het gaat allemaal perfect. Ja. We zijn nou dus op de dijk aanbeland. Zoals jullie al licht zien. Ja, met de Texelse boot, waar ben je? Daar. Oh, ik zit hier te bewegen door Rijka, want die heb ik wel aan mij vastgekoppeld. Oh, mooi hè. Ja, nou lieve vrienden, tot straks maar weer. Nou lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben back af. Want ja, het vergt wel veel van je, ondanks dat je wel stil zit. Maar je moet wel allebei de honden in de gaten houden die bij jou zitten. Die moet je ook af en toe afzetten en moet lopen. Maar het was zo giga druk. Marianne, die kan dat beamen, want die is ook weg geweest. Die was ook over de dijk heen.
En ik heb een heel andere route weer teruggenomen. Die was veel eerder thuis ook dan ik, maar ook veel eerder vertrokken. Maar het was echt gigantisch. En dan kan ik bekijken waarom Joost mag het weten, want ik ben niet de enige die met een hond naar de booster rijdt. Nee. Dat, maar ja, ik heb er twee bij me en dat is al niet iedereen die dat heeft. En allebei uitgeteld. Ja. En ik had lekker ook water voor ze mee, een bakje met een fles koelkastwater uit de koelkast vandaan meegenomen. Dus ja, ze hebben een pakje drinken gehad allebei. Ze hebben genoten, enkel de Rijka die had het wel koud, die zat helemaal ja, op de dijk. Maar ja, dan is het te koud, weet je. Dat heet toch altijd. Dus, maar ja, we hebben genoten, daar ging het om. Alwin die is weer best aan het werk geweest. Ook heb ik een hele tijd rustig aan gereden, dat ze niet hoefde werken, maar gewoon normaal rustig op, want ook ik wil genieten. Weet je, ik wil ook even ja, om me heen kunnen kijken, maar ik heb ook een keer gelachen en toen trok ze een beetje tegen. Wat wens ze nou toch? Dat ik ga stoppen, gaat ze zitten op de kont. Maar ze hoorde namelijk wat. Er ging een bootje en die klopte iedere keer op die golven van de zee. Dus dat viel haar op en daar ging ze naar zitten te kijken. Ik oké. Nou ja, dat was voor mij helemaal nieuw. Ja, ik denk, ja, ik kan mijn mobiel met me pakken uit mijn tas. Wanneer ik me heb, dan is het bootje alweer vertrokken en dan zijn we verder. Ik denk, laat maar. Ik denk, even zien. Ik heb natuurlijk een GoPro en zo'n huisje. Ik zit eraan te denken om tegen zijnig tijd even een tuig te kopen voor haar. En dat ik daar een camera op bevestig. Want die kan je ook kopen. Zo'n tuig, een hondtuig met zo'n camerahuisje erop. En dat je er een camera in kan. Ik wil kijken of dat werkt. Ja, niet geschoten is altijd mis. Hé? Hé. Hallo. Mooie meid. Hey schat. Hey schat. Oh ja, ja, dat staat daar weer op. Kijk, niet laten zien. Nee, wat staat nou daarop? Ik ben op de terugweg, dat ik toch bijna thuis was. Ik keek gewoon even langs. Bij Marianne geweest, want die woont hier op de tegenwoordig op achterhand. En die heeft een foto van ons gemaakt. Die bewerk ik erin. Ja, ik ga ik gewoon in bewerken. Ja, doen we. En ja, voor de rest, ik moet natuurlijk nog steeds de keuken doen. Nou ja, ik heb nou de beton ook op mijn schoenen ergens hangen. Ik heb koffie staan en ik ga de computer aan doen. En ik moet een vlog in elkaar zetten. En ik moet dat nog steeds leeghalen. En ik moet deze nog leeghalen. Kijk, wat daarop staat, weet ik ook nog niet. En dan moet ik de keuken nog doen. En dan ook nog eten. En het is 4:15. Dus ja, veel tijd heb ik dan niet meer. Dus ik denk zomaar dat die alles morgen wel weer komt. Zak me niet op de rug. Nee. Komt wel hoor. Ik vond dat dit voorging. Ik vond het mooie weer genieten. Vitamine D! Ja, lekker! Ja toch? Ja, vind ik gedaan. Nou lieve vriend, ik ga weer verder. Ik ga me lekker van mijn koffie genieten. Ik denk dat ik even een bakje, hoe heet dat, kaaschips erbij neem. Nee, dat is opgelopen. Natuurlijk is het nou. Van, hoe heet dat nou? Ja, het is hetzelfde als die kaas. Ik laat het zien. Nee, blijf maar liggen, meisje. Ja, je mag het wel even leggen. Ja. Nee, dat is je fijn. Op de camera. Ja. 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 Ja, genoeg.
ook een slag kaas. Ja. Nou weer de kaas. Ja, even het lekkere pret. Ja, dat is lekkere pret. Mag dat? Ja, hè. Ja, jullie krijgen een koekje, die bedoel ik. Ja. Hé? Jullie krijgen een koekje, hè? Ja, melkkoekje. Melkkoekje. Ah, Moet jij koekje? Rijka, kom eens hier. Zit. Oh. Oeh, dat was Rijka. Maar ja, ze hebben nou allebei een koekje. Ja, wat dat er gaat, heb Roderick en Karen nog makkelijker. Want als we zo wat lekkers krijgen bij Karen en Roderick, dan houdt de een de camera vast. En de ander die doet het. Ik ben maar in mijn eentje. Dus ja, dat kan een ongelukje gebeuren. Kan ik niks doen. Geniet het, hè? Is het lekker, kind? Is het lekker? Ja, jij ook. Je bent zo lief, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten. Ik ga sluiten en ik ben zo. Ik ga ook genieten. Doei.